Welkom, we gaan vandaag met de optocht mee, in Ter Heide. En daar is het motto, geen gemekker, het kan nog gekker. Nou, hier is de Prinsenwagen voor Schrijnersland. Of Schrijnersrijk. De jeugdraad zit erop, volop aan het feesten en het dansen. Woe! Mooie jeugdraad. En natuurlijk de Raad van Elf en de Prins van de Strijden. De mooiste Prinsenwagen in Ter Heide. Hoi, wie ben jij? Ik ben Rudolf. En je zit in de Raad van Elf? Ik zit al 16 jaar in de Raad van Elf. Wat een mooie wagen hebben jullie. Ja, inderdaad, het is, we staan weer een mooie nieuwe prins. Dus ja, we gaan er gewoon lekker tegenaan van het jaar. Dus. En wat is het motto dit jaar? Geen gemekker, het kan nog gekker. Nou, mooie motto. En hoe heet jullie prins? Prins Wally. Prins Wally de eerste. Nou, jullie gaan vast nog leuke carnaval vieren. Waar kijk je naar uit vandaag? De kroegentocht vanavond. Leuk. Ja. En de prijsuitreiking natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Ja, ik ook. Dus wil je... Ja, leuk. Dankjewel. Ja, jury rapport. De jury voor de publieksjury. Oh, wat leuk gedaan. Dankjewel. Nou, hele fijne optocht nog. En ik ga eens kijken op wie ik ga stemmen. Inderdaad. Dankjewel. Doei. De kop is eraf, zie ik staan. De kop is eraf. Kip zonder kop. Wat een leuke wagen. En de echt gaat beginnen, zo te zien. Oh. Ja, leuk, dankjewel. Oh jee. Ja, leuke act van CV De Stekkers en De Snoeren. Nou, de kop is eraf, zie je. Heel leuk verzonnen. Nou, en zo is ook de kop eraf van de eerste deelnemers van de optocht natuurlijk. Leuk. Hallo. Daar ben je prachtig. Ja, jullie ook? Oh, ik moet door. Oh, mijn microfoon. Oh, lopend interview. Hi. Hallo, gaat als een lopend vuurtje. Ja, de kop is eraf. We kunnen beginnen. We kunnen gewoon beginnen. Ja, dan val ook. Dankjewel. Doei. Heel leuk. Nou, en hier staat CV De Vliegende Hertjes met een, ik denk, soort magische act, magische show. Heel benieuwd wat ze gaan doen. Oh, de toekomst. Geen gemekker, de toekomst kan nog gekker. Heel leuk verzonnen. Ik ben benieuwd wat ze aan het brouwen zijn. De maai is verdwenen, maar draaien erop. Nou, ik hoop het niet. Nou, ik ben benieuwd wat ze ook mijn toekomst nog kunnen voorspellen. Nou, hier komt een hele kleurrijke groep aan. Allemaal mooie bloemen, oranje, ook wat groen en roze en zeer mooi gesminkt. Thank you.
Na 3 jaar zijn wij weer opgebloeid. CV goed gemutst. CV, niet te weinig. Maakt het dit jaar te blond. James Blond. Nou, geen gemekken. We reppen lekker. Heel leuk. Jammer dat ik niet goed kan reppen, want het is zeker meegedaan. Maar gaan we even een kijkje nemen. We gaan helemaal los. En je ziet het, heel de straat doet mee. Geweldig. Het wordt zeker door de jeugd gewaardeerd. Dit is van CV op het gemakske. Heel leuk. Dat doen ze erg goed. Nou, de wagens en de groepsex blijven binnenstromen. Weer een heel kleurrijke. Met een goede kleur, uiteraard. Even kijken, en er staat, ze wil niet in de range. Nou. Met een kinderwagen, met een eentje erin. Een vrolijk gezelschap. CV de ketel. We hebben volop gedanst en vooral plezier gemaakt. En plezier maken ze natuurlijk waar carnaval om draait en om gaat. Samen carnaval vieren. En dat doe je niet in je eentje. Ja, je ziet het, carnaval vieren doe je samen en niet in je eentje. Ach, schus, de kleine begint te huilen. Oh jee. Gus, moet die kleine altijd zo naar bed? Ja, anders dan slaapt ze niet. Altijd even een drankje erin. Wel fijn dat ze mee mag in de optocht. Ja, zeker. Dan kan je alleen thuis laten, nog niet, hè? Carnaval vier samen, niet in je eentje. Zeker weten. Veel plezier, hè? Bedankt. Wel gewauw, wel gezag, wel gemok. Loop niet zo te mokken. Heleboel teksten. Komt ze weer gezeiken. Was zuren een optocht dus.
Ik zit al een hele positieve carnavalsgroep. Wat vinden jullie van het weer vandaag? Fantastisch. Dat dan weer wel. Maar die poten, ik heb zulke zere poten. Verschrikkelijk. Zet hem op, jullie zijn er bijna. Ja, we zeuren een optocht gewoon deur, hoor. Jullie kunnen het. Landrovers. Chic gekleed. Ik zie iets met kaarten. Ik ben heel benieuwd wat er aan de zijkant zal staan. Wij zijn van de kaart. Jullie zijn van de kaart? Wij zijn van de kaart. Hartstikke. Heel carnaval. En hoeveel dagen al? 3. Nu. En wil je 3 zeggen? Wanneer ben je gestart dan? Donderdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Het is al de 4e dag. Vliegt voorbij, hè? Gaat supergoed. En nou, maak nog veel lol en fijne carnaval. Hetzelfde. Veel plezier. Gemotten maar opkomen. Paardenmeisjes. Mooie roze jassen. Gouden details. CV de dolle diva's. In galop. Het enthousiasme van het publiek wordt erg gewaardeerd. Gemotten maar opkomen. Bedoel je dan dat grote paard? Ja, dat krijgen we niet voor elkaar. We kunnen er maar niet opkomen. Kom, blijven oefenen. Ja, daarom. We hebben nog een kilometer om te oefenen zo. We kunnen er niet opkomen. Dankjewel. Wij gaan helemaal uit onze stekker. Ja, het ziet er prachtig uit. Hebben jullie het allemaal zelf gemaakt? Ja, we hebben alles zelf gemaakt. Hoe lang hebben jullie daarop gedaan? Anderhalve maand. Anderhalve maand, wauw. Wat? Jullie hebben anderhalve maand over gedaan, hoor ik net, om dit te bouwen. Ja, klopt. En jullie gaan volgend jaar weer iets maken? Zeker. Nou, het ziet er prachtig uit, veel succes. CV de Lassers. Jullie hebben een goed lopende tent? Ja, een hele goed lopende tent, ja zeker. Echt? Nou, ik zit daar. Dan zeg geen nee tegen. Oh, mag er nog geen? Ik heb nog een. Huh? Ja, die is nou goed weggestopt. Komt goed. Oh. Nou, ik heb een rondje gekregen, jullie zagen het. Dankjewel hè, veel succes. Willen we nog een rondje weglopen? En nog een rondje! Zo goed lopen met de tent. Geen gemekken. We gaan lekker. We hebben een goed lopende tent. Thank you.
Is dit de wagen met de meeste spanning? Ja, ja, inderdaad, dat klopt, ja. Het ziet er mooi uit. Welke cv's zijn jullie? Cv uitgeteld. Uitgeteld? Ja, uitgeteld. Ja. Oh, nu al, dat is nu wel al. Snel. Ja, we moeten de optocht nog volbrengen, maar einde van de dag waarschijnlijk wel. Maar we hebben hier spanning in de optocht, hè? Ja, zeker, spanning is snijden. Dus. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus als extra spanning dan... Dat was spannend. Nou, er wordt hier een verbinding gemaakt. Oh, natuurlijk voor de stroomspanning te zetten op de andere wagen. Ik ben benieuwd wat voor shockings gaat gebeuren. Hé, maar luister. Heb ik een feestmaker? Oh, er komt allemaal rook uit de wagen. Vast bij de act. Ja. Even een vraag stellen, hè. Meneer, heb je al hoogspanning? Meneer Schilder, even wachten. Meneer Schilder, heel goed. Goedendag, ik moet jullie wat vragen stellen. Begin! Hij lijkt op Pieter! Hij lijkt op Pieter! Hij lijkt op Pieter! Hij lijkt op Ja, het is een hele spannende. Ik kom niet tegen de spanning van 7 uitgeteld. 7 uitgeteld, spanning is om te snijden. En ze gaan weer rijden. Nee, nog niet. We dagen je uit, hè? Nou, ik mag ook meedoen, ben benieuwd. Jij tegen de spanning? Handschoen uit, handschoen uit. En de microfoon is er weg, hè? Ja, is goed, een momentje. En dan gaan ze dames en heren. Ja, spannende muziek. Maar ze is wel boven. Auw. Dat is wel leuk, dankjewel. Ja, maar we pakken hem in en dan gaan we een beetje lijken. Ik val wel mee, maar voor het ei of voor de slekker? Mooie roos is niet lelijk. Schitterende flamingo's. Al dansend door de optocht. Oh, een bingo, leuk, leuk. Is goed, dankjewel. Eén, ah. Ja, vier hebben we. Heel goed, ja. Ik vind bingo zo leuk. 10, ja, 10 hebben we ook. Oh, oh. Maar? Ja, 3. Ah, die hebben we niet. 7. Gelust al, kan dat nou? Negen. Ah, oh, zo dichtbij! Zo dichtbij! Jammer, bijna. Nou, volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer. Nee, terug bij Flamingo. Ja, precies. Dankjewel. Ik ben wel benieuwd wat de bingo prijs is. Volgens mij is er een prachtige waterkoker gewonnen. Nou, wat een bof komt. Nou, heerlijk. Voor vanavond lekker een theetje zetten. Hey, daar komt iemand aan die lijkt verdacht veel op die meneer bovenop de prinsenwagen. Nou, kanonnen. Er komt een heel groot kanon aanrijden met twee clownen en volgens mij de prins. De prins is in de goede aarde gevallen. Straalse aarde. Oh. Een bosse lijnen, een bosse lijnen.
Zou ze hem echt gaan afvuren? Zit er nu de kanon op? Oh, ze gaan de prins schieten. Zou die in de goede aarde vallen? Er wordt nu een ladder klaargezet en de prins gaat de kanon in klimmen. Dag prins! Dag prins! Nou, daar gaat hij. Zou die goed terechtkomen? Ze hebben het kanon aangezet. Ze gaan hem afschieten. Ik hoop dat ze goed raken. Daar gaat hij. Gaat in één keer een slow-mo. Ze helpen de prins een hondje. Oh, wat doen ze dat leuke. En de prins is toch door goede aarde gevallen. Of niet? Toch wel, gelukkig, gelukkig. Het is allemaal goed gekomen. Wij zingen hun pilsenkrakers. Confetti, feest. Feest. Normaal strijden wij tegen vuur en water, maar met carnaval vechten wij tegen de katen. Nou, tijdens de optocht kwam ik deze man tegen. Hoi, wie ben jij? Nou, ik ben een van de broeders van andere moeders. Ik ben Lars. Hoi Lars. Hoi. Ja, wij doen ook natuurlijk mee aan de Baronie TV. Dus we lopen hier een beetje rond, promoten ook. En ja, we hopen natuurlijk te winnen bij Baronie. Dus we gaan ons best doen. Als het nou niet lukt, weet ik het ook niet. Misschien nog een oproep? Ja, voor alle mensen die thuis kijken, allemaal stemmen op lied nummer 3. Je hoort het, lied nummer 3. Hey, fijne carnaval nog, hè? Hetzelfde, hetzelfde. Ook aan de kijkers thuis. En succes. Wij draaien nog even door. Bedankt voor het kijken. Terug naar de studio.